Ze kunnen nog maar een paar noten spelen, de leerlingen van basisscholen in Dussen. Maar daar komt verandering in. Om de jeugd enthousiast te krijgen voor fanfaremuziek is er een blazersklas opgericht. Het initiatief komt van fanfare Wilhelmina in Dussen. Zij hopen hiermee in de toekomst weer jonge leden te werven. Welk instrument speel jij? Ik speel saxofoon. En vind je dat leuk? Ja, dat vind ik heel leuk. En wat leer je allemaal in zo'n les? Ja, eigenlijk best wel veel. Je leert bijvoorbeeld noten spelen en ook de ritme te houden. Er is ongeveer 8000 euro nodig het eerste jaar om een blazersklas op te richten. De eerste 2300 euro daarvan komt van de gemeente. Muziekonderwijs is belangrijk. Dus uh, ja, Wilhelmine, dus jullie krijgen zeker een bijdrage van ons. En uh, nou ja, uh, we hebben al net een beetje mogen luisteren. Uh, na drie, vier lessen klinkt het al best wel aardig, moet ik eerlijk zeggen. Zeker als je beseft dat ik nog geen noot kan lezen. Um, en vervolgens nogmaals, uh, uh, muziekonderwijs belangrijk. Niet alleen vanuit, uh, nou ja, eigenlijk wel belangrijk vanwege het feit dat uh, samen dingen doen heel belangrijk uh, vinden. En ook, dat hebben wetenschappelijke onderzoeken ook wel aangetoond, dat uh, uh, muziek en muzieknoten, muzieklessen uh, de, het, het de hersenen ontwikkelen. En ja, dat is voor kinderen op de basisschool het alleen maar prima. Daarnaast komt een deel van het bedrag van de scholen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Rabobank. De blazersklas heeft de eerste leerlingen nu al enthousiast gemaakt. Wil je later ook bij de fanfare? Ja, heel graag.